nieuwe video. Hoe zeggen we ook weer in het Frans? Bonjour. Zo moet ik nu beginnen. Bonjour. Ja, gisteren dus naar Parijs gereisd. Een beetje vertraging hebben we gehad. Het was erg druk en hectisch met die kinderen en weet ik veel. Dus ik dacht, weet je wat? Ik begin. Oh ja, Mio is heel erg oorpijn met landen. Mees ook, wij trouwens allemaal. Maar ja, Mio is echt heel erg verkouden. Dus die kreeg veel last, maar die was lekker in slaap gevallen en toen ging het gelukkig goed. En goed ontbijt ook. Franse frietjes. We zijn nu lekker aan het ontbijten. Het hotel is echt top. Ga ik straks even allemaal laten zien. We zijn nu aan het ontbijten echt naast de Eiffeltoren. En ja, ik ga hem straks laten zien als we naar buiten gaan. We gaan vandaag lekker shoppen. En we gaan ook dingetjes doen. We gaan ook naar de Eiffeltoren. En ik mag een cadeautje. Wat? En, van de Eiffeltoren, zo'n dingetje. Ja. Oké, is goed. Nou, ik ga lekker eten nu en dan zien jullie ons zo meteen. Lekkere paddenkoek, weet. Ik heb hem al helemaal kapot gesneden voor je. Lekker, schat. Goeie? we staan er hoor. Nu aan de kant. Deze kant, zeg maar. En aan de andere kant kan je er helemaal onderdoor. Maar dat gaan we denk ik niet nu doen. Heb je ook gewoon de Eiffeltoren? Heb je hem ook niet in je mond doen? Is een ba! En ik mag er zo meteen nog een met lichtje. En Mees ging net even hele leuke foto's maken. Kijk even hoe grappig. Ik mag er nog een met lichtje. Kijk nou. It's birthday shopping. En alweer een uurtje verder. Bij Balenciaga. Ik heb zoiets leuks om. Maar Geraldo is ook aan het kussen. Actually, I found out 46. 46, ja. Vrouw, maar ik wou zeggen, we zijn superleuk geslaagd. En we gaan nu nog even door. We gaan echt winkel in, winkel uit. Mio zijn birthday outfit. Oh my god, zo leuk. Meestal is zo gek op zijn Eiffeltoren. Ja. Die wou je laten zien, hè? Maar die hebben ze al gezien. Wolverine! Maar we hoeven ze weer, hoor. Oké. Okay. Nou jongens, het is echt een puinhoop hier hoor. Morgenochtend of zo middag ga ik even een home tour doen of hotel tour. Wolverine! Wolverine! Zo, laat eens even zien dan wat je gekocht hebt, die handschoenen. Jeetje, mies. Eigenlijk wou ik het pak nog erbij alleen. Het is bijna Halloween. Misschien moet je dan bij Halloween als Wolverine. Ook. Ook. Oh. Dan wou ik het pak juist. Het kietelt als je het hier doet. Het lijkt wel of we gewoon in de woonkamer zijn zo. Met die kast achter je en de keuken. De woonkamer? Ja. Zijn we toch ook? Ja, ik bedoel thuis. Alleen opeens jouw bed in de woonkamer. Uh-oh. Achoo! Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Wat is het vandaag voor dag, mensen? Zeg dan! Ik kan niet eens praten. Vertel nou even hoe het normaal is. Ben ik. Hij is helemaal nerveus. We zijn in Disneyland. Is het een beetje? Niet helemaal. Oké. Niet helemaal. We zijn er. We zijn hier. Ja, maybe the taxi is also yeah, there. Yeah, because on the... And the train station is just okay. This side. I call him. Yes. Oké, okay, Andreen is er ook. Sydney is er. Bean, Omer Ben. Weet je hoe groot knuffel ik aan denk? Oh, zo leuk hè. En voor jou, je gaat straight. Dit yeah. Is de main entrance. Oké. Okay. We zitten in een grote bus. Yeah, en dan gaan we straks weer met terug. Mio ligt lekker te slapen. Yeah. I drop you just here. En ja, let's go. Compleet! Zijn jullie blij dat jullie met elkaar zijn? Hé, we zijn gewoon in Disney! Oh my god. Ze zijn helemaal enthousiast. En wat? Nee, dat is niks, dat is niks. Nee. En ik heb mijn oortjes. Oh, ik ben Minnie Mouse vandaag. Iedereen kan me nu gelijk vinden. En we zijn compleet. Lopen ze achterop? Nee. Nee.
Nee. Waar zijn ze? Ja, we zijn compleet. Ik was ook in de winkel. Is dat lijkt wel coyote appel. Wat is dit allemaal dan? Klein duimpje denk ik. Ja. Daar lijkt dat niet op. Kijk wat ik nu al hou. Kijk, nee, moet ik nu houden? Borstjes. Ja. Wie is dat? Wie is de Monde? Die ken ik niet. Oh, wel wow. Mooi dat dorpje. Wauw. Wauw, kijk hier. Kijk hier, kijk links. Kijk hier links. Nu beschikken we niks meer dan de zin die ons de Web Engineering Brigade. Oh, Spider-Man! Spider-Man! Lekker uit eten naar Disney. Gezellig. En Reni is kapot. Helemaal logisch. Het is al laat. En Mio ook. Het is al 9:15. Bon appétit. Hele goede middag en welkom bij een nieuwe dag. Oh, ik heb trouwens helemaal niet meer gefilmd. Sinds dat we terug zijn gekomen uit Parijs. We hadden namelijk een terugvlucht die gewoon goed ging. Mio gelukkig niet last van zijn oortjes. Het ging perfect. Alleen wel gewoon heel hectisch. We hebben het er toevallig net over. Want ik ga binnenkort weer even een weekendje naar Nederland. En dat vliegen met die kinderen en zo. Het is echt... je komt echt handen tekort. Maar Mio vindt de draagzak nu top. Dus dat hadden we gedaan. En ja, dat was echt een uitvinding. Maar even iets anders. Hij heeft echt een top weekend gehad. Hij heeft super erg genoten van Disney. En... zijn ogen uitgekeken. Hij is gelijk helemaal fan van Mickey Mouse. Dus dat komt mooi uit. Want we gaan nu namelijk birthday foto's maken van Mio. En, want hij is morgen jarig. En hebben we in ieder geval leuke foto's. We gaan gewoon ja, niet heel veel bijzonders doen. Cadeautjes uitpakken, taart eten, gourmetten 's avonds. En ja, gewoon lekker van die dag genieten. Hij heeft natuurlijk al echt een birthday gehad in Disney. En kijk... hij ligt nu lekker te slapen, ook met Mickey Mouse. Kijk nou. Hij heeft ook al zijn nieuwe outfitje aan. En daar zijn dus de ballonnen. Dus we gaan nu eventjes leuke foto's maken. En dan, dan zo meteen weer meeshalen. Zo kunnen we nu de auto uit. Top. Oké. Okay. En de fotoshoot is super leuk geworden en goed gegaan. Ik heb het niet gefilmd, want ik wilde het nog even als verrassing houden. Ik ben nu avondeten aan het maken. Aardappeltjes aan het pakken. Aardappeltjes zou ik zeggen. Worteltjes met doperwtjes. Bloemkool en een stukje kip met kruiden en zonder kruiden van Mio. Ik heb net even dit allemaal opgeruimd, in bakken gedaan. Alles weer een beetje in orde gemaakt. En hier ook alles weer gevuld. En hier ook. Echt een heerlijk gevoel.
Ik ga na het eten beginnen met inpakken voor Mio en versiering doen. En Mio is dus net in slaap gevallen op de grond. Kijk eventjes hoe schattig. Nou, was helemaal kapot. Zo, ik ben klaar. Lampje aan. Kijk nou even wat schattig. Ik heb dit ingepakt. Zijn cadeautjes, speelgoed. Tafelkleedje. Dit is de stoel voor morgen. Kan hij lekker zitten en cadeautjes uitpakken. En kijk even hoe leuk dit. Dit staat toch helemaal schattig. Slinger erbij. En klaar. Ja, ik ben helemaal benieuwd morgenochtend wat hij ervan gaat vinden. Goedemorgen. Hey. Happy birthday. Hyper de piep. Hoera. Ben je jarig? Ben je jarig? Hyper de piep? Hyper de piep? Hoera! Yo, kijk eens! Is dit voor jou? Wauw! Vind je het mooi, schatje? Dat is die kaart mooi, schat. Mama, een cadeautje voor je pakken? Ja, hè? Wauw! Zeg dan wauw! Wauw! Ga maar scheuren. Kijk, dat is wat. Die kaart laat hij niet meer los, hè? Die vindt hij het mooist. Kijk eens. Ja. Kijk eens. Papa even helpen. Ja. Ga maar scheuren. Zo. Kapot maken. Ja. Kijk maar. Ja, pakken. Ja! Ja. Hier nog eentje. Kijk eens. Hier ook, kijk eens. Hier ook. Nog met batterijen. Wauw. Kijk eens eventjes. Je moet het uitpakken, hè, schat. Ja. Hij kijkt zijn ogen uit. Hij weet gewoon niet meer waar hij moet kijken. Kijken. Wat is dat? Is dat een Mickey Mouse trein? Is dat een trein? En een vliegtuig. En die. Mooi, hè? Gaan we het uitpakken. En dan hebben we daar nog één heel groot cadeau. En die bewaren we totdat Mason thuis is. Want die wil jou helpen, hè? Mason van school gehaald. En even lekker bij cappuccino lunchen. Acai bowl, ocean bowl heette die volgens mij. En ik neem straks een lekkere tomaatsoep. En nog een broodje. Happy birthday to Mio. Yay. Oké, we zijn dus nu in die babywinkel. We zijn er over uit. We nemen even één autostoel. Van Maxi Cosi zelf. Met zo'n draaisysteem aan. En want pas bij 15 maanden kan hij vooruit zitten. Dus we gaan eerst even kijken hoe deze ons bevalt. Want we gaan namelijk bijna altijd de deur uit gewoon met Cher of mijn auto. Maar we willen het niet de hele tijd heen en weer zetten. Maar omdat hij pas bij 15 maanden vooruit kan, kan ik hem nu gewoon nog in de Maxi Cosi houden. Kijk, dit is hem namelijk. En die kan dus draaien. Kijk, naar deze kant toe kan dus pas vanaf 15 maanden. Dus dat kan nog niet. Dus dan moet hij de andere kant op. En door dat draaisysteem is het dus top
dat we deze nu wel al mee kunnen nemen. En dan over 15 maanden nemen we dan denk ik deze, ook van Maxi Cosi. Alleen die kan dan niet meer draaien. Dus dan hebben we deze bijvoorbeeld in Cher zijn auto. Want vanaf 15 maanden kan die gewoon vooruit. En dan doen we die bij mij in de auto, want dan kunnen we die nu wel al meenemen. Want ja, uiteindelijk twee van die draaisystemen is echt niet nodig. Want we zetten die stoelen gewoon altijd in de auto en laten het er ook in. En ik vind Maxi Cosi toch echt wel het beste merk. Plus, makkelijk. Ik vond namelijk de Cybags Maxi Cosi top, maar super zwaar. En we hebben nu ook echt de Maxi Cosi autostoel gewoon. Oh ja, en we hebben een heel leuk schommeltje. Nou, we hadden het Mio dus hier ingezet. Ik vind hem super schattig, maar hij gaat er de hele tijd al uit. En dan kukelt hij er ook uit. Dus ja, ik vind het... ja, dit is eigenlijk gewoon weer troep en onzin in huis. Kijk maar, Mio staat inmiddels alweer daar. Die is alweer weg. We hebben dus nu wel meegenomen voor in mijn auto zo'n spiegel. Die vindt hij helemaal leuk. Mason heeft autootjes voor hem gehad. Want hij krijgt straks thuis nog een cadeau waar deze dan dus in moeten van Disney. En voor bij Cher in de auto doen we even deze. Voor als hij dan dus straks vooruit kan kijken. Kan hij lekker filmpje kijken. Wauw, Mio, is dit je stoel? Kijk hem, wauw. Nee, we zijn thuis en het is gewoon al laat. Dus ik ga snel het eten klaarmaken. Wow. Oh, pak hem. Wat heb je gehad van je broer? Kijken. Die heb je van mij gehad. Mio, wat is dit? Hey, de Disneybaan. En al die autootjes ervoor. Nou, je uit. Ja, ik kijk eens een mooi pyjama. Oké, ik ga nu even snel de koemet klaarmaken. Dan kunnen we lekker eten. Ja. Kan je ditjes dan? Deze zo. Lekker, lekker, lekker. Mio is ook aan het genieten. Nog een hapje? Boomba ook, yeah. Boomba erbij. Eén feestje voor jou. Lekker kippie erbij. Hap, hap, hap. Yay. Mag ik van die kippen? Goed hier, schat. Ik ga leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Hyper de piep. Hoera! Hyper de piep.